Montage is vrij simpel. We hebben een method korf. Deze is 40 gram voor een goede inhaking. We hebben een stukje freefall leader ervoor gezet om het laatste stukje tegen de grond aan te houden. En er zit een kort onderlijntje van 10 centimeter van toplevel aan met een push-stop. En dat stoppertje kun je makkelijk door een boilertje, door een mini boilertje zoals deze, heen drukken. Ik zal het even demonstreren. Je duwt hem er gewoon voorzichtig doorheen. Je trekt hem van het pennetje af, hij kantelt. Je drukt hem er zachtjes tegenaan. En hij zit gewoon meteen vast. Het kind kan de was doen. Dan hebben we vervolgens het malletje. Je kunt hem erin leggen. Je kunt er met deze kleine korfjes ook voor kiezen om hem ernaast te laten. Er zit een klein gaatje in, daar kan je hem in kunnen leggen. Is misschien met deze grote boilie toch net iets te klein voor, waardoor hij niet helemaal lekker zit. Dus je vult het malletje met voer. En dan kijk je dat hij er goed in past. Je kan hem twee kanten op, maar dat is natuurlijk de brede kant. Komt aan de brede kant. En je drukt hem stevig aan. Vervolgens even omwaai trekken. En als je pellets goed voorgeweekt zijn, komt het er zo uit te zien. Makkelijk. Het kind kan de was doen. Dit mengsel is trouwens een mengsel van Trophy Groundbait met twee soorten pellets. Ik ben een voorstander van twee verschillende formaten pellets, omdat het voor een vis dan wat moeilijker wordt om te zien waar het haakje zich bevindt, omdat er de verschillende grote pellets allemaal een beetje verschillend opzuigen. We doen er ook wat soak doorheen voor een beetje wat extra, het extra geur. Het is trucje met de pellets. Pellets moet je eerst even voorweken. Trucje met de pellets is, als het 2 mm op staat, moet je ze 2 minuten onder water zetten en dan afgieten. 4 mm weer 4 minuten. Dus de millimeters hou je ongeveer de minuten aan. Als je zo'n mixje maakt van deze twee, is het handigst om dus te beginnen met de 4 mm. Die 2 minuten te laten weken, vervolgens de 2 mm erbij te doen. En dan nog 2 minuten wachten. En dan giet je het af. Dan laat je het even staan. Meng je het een paar keer in een minuut of 5 tot 10. Meng je dat door elkaar. Kun je vervolgens rustig je hengel op gaan tuigen. En daarna mengen we het eigenlijk met ongeveer 50-50 met de method mix. En een flinke scheut van de soak erbij. En dan kun je aan de gang. Mocht hij tijdens het... kijk hier. Zo ziet hij er dan uit. Mocht hij tijdens het vissen wat opdrogen, doordat het bijvoorbeeld zoals nu het zonnetje erop staat, kun je hem gewoon wat bijbevochtigen. Oké, dat was het. Vissen!